parlementariër aan Sadi, die blijft erbij, dat ze er nog heel veel kanttekeningen heeft, mede gelet op de hele chaos die er bestaat in Suriname rond de mijngronden. Wij moeten eerst die zaken op orde stellen en alle andere zaken op orde stellen alvorens wij kunnen praten over grondconversie en de behandeling van de wet, zegt Sadi. Nou, ten aanzien van grondconversie, u weet dat dit ding al een aantal maanden op de agenda ligt. En in mijn eerste betoog, eerste ronde, ook via uw medium, heb ik aangegeven waarom die haast. Gisteren om 6:30 in de vooravond, er zou de tweede vergadering behandeling van de grondrechten van de inheemse en tribale volkeren. U had gezien, de mensen dienen een petitie in. Ze waren ook bij de eerste dag hier aanwezig om de vergadering bij te wonen. En wat schept ons toen ons verbazing? Dat het ten aanzien van die wet over de grondrechten er een amendement is binnengekomen door de initiatiefnemers, maar de commissieleden hadden niet eens de tijd om het door te fietsen. En het is niet 1 of 2 pagina. Dus hebben ze gevraagd, dit moeten we ruimte hebben. Helaas jammer voor al de aanwezige mensen die hier waren om ook aan te horen, het was niet doorgegaan, dus vandaag, en dat zou vandaag behandeld worden. Maar wat kregen wij gisteren om 6:15? Dat niet die wet behandeld wordt, maar de wet te maken met de grondconversie. En u begreep, ik weet niet wat straks, of het doorgaat of niet, maar ik wil natuurlijk via uw medium alvast aangeven, ik blijf op mijn standpunt. Ik voed netjes. Zelfs geen millimeter grond. En ik ga benadrukken waarom die haast, meneer Ganesh. En ik herhaal het. Iemand die nu op een domeingrond zit, woont, werkt, wat voor doel ook. Je mag voor 40 jaar daar blijven. Je kan, of je moet elke jaar grondhuur betalen. Ze sparen het heel jaar door. Niemand haalt je daar weg, als je stukken hebt. En als zo iemand anders met een beschikking komen, want van die vele gevallen weet je ook, dan is allemaal aan te vechten, vooral als het aan aantonen dat je huis daar woont, dan dat gebeurt. Mensen wonen jarenlang, toch komt een ander met beschikking. Een heleboel onduidelijke situatie wat dat betreft. Vele van die problemen. Het volgende wat ik ook stel, ik had in mijn eerste betoog gezegd, weg is weg. Wanneer er nu een 6e amendement komt over de grondconversie, dan staat er in artikel 2, Surinamers, artikel 2 lid 1 en artikel 2 lid B staat er ook. Personen, stichtingen, ja, die in Suriname zijn ingeschreven. Dus ik stuit daarop, op artikel 1 lid B. En bij artikel 3 staat er ook dat de president ook toestemming kan geven. Mijn haren staan overeind, meneer Ganesh. Waarom zeg ik dat? De feitelijke situatie is al zo dat al 2,5 jaar beleid, Santokki Brunswijk, het is publiek geheim, dat friends and family en noem maar op. En de voorzitter van de commissie, mijn collega Jogi, ik had het ook met hem besproken, waarom die haast? En mijn volgende bezwaar is ook, als niet eens een bestemmingsplan is aan geen enkel district. Als de ruimtelijke ordening ook nog niet in place is. En daarnaast de wet van de grondrechten van de inheemse en de tribale nog niet zo ver is. Ga je alleen maar chaos krijgen. En daarnaast, meneer Ganesh, grond van de overheid is van de natie. Wanneer ik nu op een domeingrond, 40 jaar, en ik heb geen kinderen, en ik verleng het niet meer, ga ik met het grond naar mijn graf? U weet, wanneer het een eigendom is, is totaal een ander status dan een domeingrond waar je grondhuur betaalt. Ik neem maar een voorbeeld, toen Weidenbosbrug was gebouwd. Omdat daar nog grondhuur van mensen, dan kan je als overheid nog altijd onderhandelen. Ja? Een compensatie van ander stuk grond of noem maar op. Maar wanneer mensen een eigendom grond hebben,
mensen, de overheid aan hun ballen, om het maar zo ruw uit te drukken. Dat is 1, 2. Van waar die haast voor eigendom, grondconversie? U weet, als mensen zoveel haast hebben en honger hebben voor eigendom van grond, er zijn genoeg terreinen die al een eigendomsrecht hebben, dan je gaat bijeen dat je toch. Behalve dat, met deze grondconversie, meneer Ganis, u weet, de vorige regering had al een wet aangenomen dat er grondconversie mogelijk. Er was een pilot daar in het zuiden van Paramaribo. Ik was ook indirect betrokken. De ma etaki, maar mevrouw Sadi, alle jaren mijn pai a grondhuur, mijn spaar vanaf 1 januari mee gaan met pai. 40 jaar mijn kantang. En per mijn abba money nou voor bij additie. Dus eigenlijk is die pilot mislukt. Er zullen wel enkele hebben gedaan, dat overzicht heb ik niet. Maar mi ansadi, mi na NDP. If NDP teka wet, per mijn abende na DNA, dan misref etaki dat je trekt een wet in. Omdat wetten kunnen aangenomen worden, de praktijk, noem maar op, inzichten over 10, 20, 30 jaar zien er anders uit. Trek dan in, omdat ik vind, waarom zoveel haast? En ik vind ook, grond is van de natie. Weg is weg. Als er nu, er is een voorstel van 15.000 vierkante meter, is 1,5 hectare bij die 6e amendement. Ja? Dus instel voor 1,5 hectare. Een bouwkavel is gemiddeld, laten we nemen 500. Dat 1000 vierkante meter. Dan kan ik nog over nadenken. Maar mijn opvatting, en ik zal het blijven zeggen, geen millimeter grondconversie, nu zeker niet. Waar de wet op ruimtelijke ordening nog nergens, ja, bestemmingsplans nog nergens. Hoe zal Suriname eruit zien over 50, 100 jaar? U weet, goede grond is schaars op deze wereld. En de vraag is, wie gaat straks kunnen kopen met deze huidige sociale situatie? Amoni zelfs moest bijbreden, ala die patafra, nou een probleem, meneer Ganesh. Ja, middengroep is weggevaagd. Dus, het antwoord is, wat zal het gevolg zijn voor de Surinamers aan de Nomang Bay? U weet, er zijn mensen die geld hebben, die kopen een hele rij domein grond, ja? En we moeten kijken naar de toekomst. Wanneer ook gas en olie, noem maar op, werkelijk straks zover is, gaat grond sky high omhoog. En wie gaat straks kunnen kopen? En wanneer ook in artikel 1 lid B, rechtspersonen, de stichtingen, ja, ga je een heleboel buitenlanders, want die hebben de euro's om het zo te noemen. En degenen die nu geld hebben, zullen hele rijen percelen opkopen. En dan zal de kleine man nooit meer de ruimte krijgen om te kunnen kopen. Want u weet, geld maar geld. En daar is mijn bezorgdheid. Wanneer de wet van de grondrechten van de inheemse en tribale volken gelijk hebben ze om petities in te dienen, dat we niet over grondconversie kunnen praten als dat nog niet eens duidelijk is. En meneer Ganesh, laten we elkaar niet voor de gek houden. Controle. Wanneer nu er zoveel chaos is over dubbele gronduitgifte, chaos is, if you know subs, suma dape, you can dan wachten, je wacht die tegenweg aan ons, niks van je is geregeld. Weet je hoeveel verdelingen nog op stapel liggen en geen antwoord krijgen? Weet je hoeveel dubbele uitgaven? Dat zeg ik niet welke regering, maar die liggen daar. Weet u hoeveel mensen al wonen op een terrein, maar omdat die niemand kent, hun stukken zijn nog niet in orde, anderen ruiken het, rennen naar daar en krijgen het. U weet wat ook op Nieuw Amsterdam speelt. Ik weet dat elke Surinamer recht heeft op een stukje terrein. Er zijn mensen die daar wonen in het gebied van het museum. Ja, ik heb altijd gezegd, ik wil bemiddelen, laten we een ander stuk doen, want er is genoeg terrein in Komen Wijnen. Maar een museum waar een historie van
honderden jaren daar zit, moeten we wel beschermen. Want de infrastructuur eromheen weten we niet over 20, 50 en 100 jaar. En beleid op dit soort vraagstuk is niet over 1 jaar of 2 of 3 jaar. Nogmaals, ik zeg niet dat de Surinamers niet geholpen moet worden. Ik was ook al bezig om naar terreinen te identificeren, ja, op zijn minst, waar natuurlijk infrastructuur, water. En als we met z'n allen het aantal die daar zijn, werkelijk serieus willen helpen, zonder te komen aan daar wat aan historie is, kunnen we de mensen tegemoet komen. En het is niet omdat je naar een andere politieke partij of de huid, het gaat om Suriname. Meneer Ganesh, mijn bezorgdheid. En van mij moet u echt iedere keer herhalen. De potiwa normaal bijen. En weet je wat de verleiding is van de kleine man die misschien een hectare aan landbouw? Die komen niet uit. De verleiding is groot. Voor Sarah Grong de mensen op money. Uiteindelijk over een aantal jaren. Ik heb hier een stuk geschreven. Ja? Informatie. In Brazilië is bewezen wat daar gebeurt met grote lappen grond, de mensen die het geld hebben. Mensen worden uitgemoord, mensen worden geroofd met om een stuk grond. Dus mijn bezorgdheid. Tegen ab atigisranang, mi obegi aladin 50 DNA leden. Om deze wet niet aan te nemen.